mensen, ik ben Sam en ik sta hier samen met de niet ontzichtbare deze keer, Wouter. Echt niet? Nee. Yay! Wow. Waar ben jij? Ja, ik zie jou daar. Yay! Ik zie jou niet. Je bent onzichtbaar. Damn it. Ooit op een dag zal het komen dat we alle twee niet onzichtbaar zijn. Oh, ik hoop het. Alright. Wij doen een potje Skywars. Ik heb geen kit gekozen. Ik ben echt heel erg dom. Ah, nou maakt toch niet heel veel uit. Ik bedoel, ik vind die beginner kit sowieso niet echt heel erg goed of zo. Het is niet heel erg boeiend, maar Golden Apple is wel het beste. Maar het is vooral in het begin is het beste. Boop. Ja. Nou, Egg Wars. Heb jij ooit al Egg Wars gedaan? Ja, dat was wel een flinke drama. Ik heb altijd dat mensen gewoon rushen naar het ei. En dat ik dan de Shaak ben. Ja, dat is zeker waar. En daarom vind ik deze map leuk, want dit is red tegen blue. En hier kan je wel rushen, alleen je ziet ze al van 10 kilometer aankomen. Dus dat is super chill. Right, voor de mensen die niet weten wat Egg Wars is. Egg Wars, je hebt een Iron Generator waar ik nu op sta. Je hebt een Gold Generator en een Diamond Generator. Je moet eigenlijk gewoon al deze dingen verzamelen. Al die Iron Tokens en Gold Tokens moet je verzamelen. En dan kan je gear van kopen. Dus ik heb er nu 64. Ik ga nu naar de shop. Dan ga ik wat leather armor. 64? 64, ja, snel hè? Ja. Ik heb hem meteen geüpgrade. Oh, nice. Maar ik heb deze map al een half uur lang gespeeld. Dus ik weet precies waar al die dingen zitten. Ah, oké. Poep. En dan koop ik nu even allemaal leather. Ik sta nu op de Gold Generator. Nice. Ja, dan kan je een Iron Sword kopen. Dan moet je voor gaan. Ga ik doen. Hoppakee. Bam. En dan gooi ik al mijn Iron weg. En dat pakt iemand op. En I'm screwed. Toen was je weer arm. Toen was ik weer arm, inderdaad. Maar we moeten eigenlijk even blokken fixen. En het chillste is als je zo snel mogelijk die dingen upgrade. En mensen zijn nogal heel gierig en die gaan die niet upgraden. Ja, zeker. Of die gaan bovenop die Iron Generator staan. En terwijl ik erop sta, terwijl ik alle items dan krijg. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Dan gaan ze bij me staan. En ik denk van, ik krijg ze. Nee, ik krijg ze. Nope. Maar zo snel mogelijk altijd upgraden, want daar haal je gewoon veel meer iron uit. En maak ook zo snel mogelijk een chest. En ga alle overige iron, gold en oh shit, ze komen al. We zijn al in het nu al? Of is dit... Oh nee, dit is van ons. Oh, ik zag die brug niet. Dus ik dacht echt van, wat de hel. Ja, we moeten eigenlijk flink snel naar het midden. Ik ga kijken of ik een wapen kan kopen. Oh, 16 gold. Jeetje, dat is duur. 16, hoeveel heb je nu? Ik heb nu 7, maar er staat een meisje op me te humpen. Oh! Woep woep! Like Duke heet ze. Oh yeah! Oké, ik ga een paar blokken fixen. Ik heb nu 6 iron en dan kan ik als het goed is, hier 12 sandstone maken. En dan moeten we eigenlijk zo snel mogelijk dit ding inbouwen, die egg moeten we inbouwen. Ja, ik had al 8 van die andesite door me heen gegooid. Ja, andesite is echt het chillste wat je kan krijgen eigenlijk in het begin, of kan hebben in het begin, want... Mensen doen maar waarom? Nou, je kan het er helemaal omheen bouwen en andesite hak je minder snel weg. Het is goed is het dat onder obsidian of zo, ik weet niet meer precies. Maar het is in ieder geval wel waard om het zo snel mogelijk helemaal op te vullen met andesite. Maar het chillste is natuurlijk als iedereen obsidian, 1 obsidian blok gaat kopen. Want dan kunnen we... Oh, trouwens, het is 5 tegen 10. Ja, van red is alweer... Well... Dat escalated quickly. Nou, dat... Oké. Dat is easy. Nou, dan gaan we proberen of we nog een kill kunnen maken. Ik denk dat je ook nog iedereen moet killen, of niet? Ja, je moet nog die 3 mensen vermoorden. Daar moeten wij dan maar voor gaan. Ja, ik zie hier een dude, dus ik ga proberen hem te killen. Wat de heck? Dat ging zo snel. Ik heb normaal altijd op mijn team... Ja, ik ga meestal heel snel dood. Laten we het daar maar op houden. Binnen een paar minuten lig ik eruit. Maar nope, nu is het omgekeerd. De rollen zijn omgedraaid. Ja, nou, chill. Yep. Ja, gratis. Gratis points. Yeah. Ja, ik wil net zeggen, wat krijg je eigenlijk? Ik heb werk van flauwde. Ik denk dat je vanity points krijgt. Maar ik ga hier een dude killen. There we go. En hier heeft een dude full iron, maar geen zwaard. Dus rip. Ik denk dat dit de laatste dude is. Yay! What? Ik heb een cubelet! Tijd om een cubelet te openen. Oh yeah! Nice. Nou, dat was snel. Oké. Ik zat gewoon... Ik had eindelijk mijn Iron Sword. Ik dacht, alright, let's go. En iedereen is dood. Oh my god, dat gaat er in mijn cubelet zitten. Oh, daar komt die! Stuntjes! Pink boots. Oh yeah. Ik voel me fancy. Okay. Komt-ie, die van mij. Komt-ie, ben je er klaar voor? Waar ben je? Ik sta bij je. Waar jij stond. Ja. Oké, je bent onzichtbaar, maar ga maar. Oké, 3, 2,
Hen! Haja! Oh, hoe doe je dat? Oh, ja, daar komt tegen! Oh! Wow! Wow! Een Batman! Een Batman hat! Oh my god, dat is best wel awesome! Hij is aankomen. Dat is echt een van de betere dingen. Ja, maar ik heb de beste, want ik heb een legendary. Yeah! Zo fancy. Beat that. Oké, we gaan nog een potje. Oh my god, een dwarf daar links! Wow! It's a man! Oh my, en daar is een pink dwarf! En wat voor dwarf hebben wij? Wij hebben geen dwarf. Ik ben niet heel lang. Oké, Wouter is een dwarf. Kijk, daar is hij! Oh my god! Ah! Oh my kid! Oké, meteen naar binnen rennen, I guess. Oh, ik heb weer geen kid gekozen. Ik ben echt retarded gewoon. Oh. Zo onprofessioneel. Maar, hey, vorig potje hadden we gewonnen. Zonder... Had ik gewonnen? Zonder kid. Hadden wij gewonnen. Ja. Maar ja, zonder kid. Ik dus heb nu weer die Endersight, dus ik kan gewoon ding inbouwen, denk ik. Ja, ik zou dat doen. Bouw maar inderdaad meteen in. Ik ga even 64 iron proberen te fixen. De hel is heeft cool. Die dude voor skin? Dude, je hebt een robotic toast. En hij... Wauw. Dude, geniale skin, bro. Kijk hoe die eruit ziet. Hij heeft letterlijk gewoon een brood op zijn voorhoofd. Wauw, wat een held. Kom op, 64 dingen. 20 gold om deze te upgraden als iron. Nou, dat is het maar we moeten wel opletten dat niemand naar ons toe bouwt, hè? Want dat doen ze meestal heel snel. Yep. En dan moet je ze gewoon meteen eraf rossen. Eigenlijk moeten we meteen een... Yeah, gewoon meteen een boog maken eigenlijk. Ja, dat is gold, toch? Yes, dat is... Oh, er geeft iemand aan mij al een full setje. Nou, goddammit, dat hoef ik niet, bro. Ik heb het zelf. Maar oké, thank you. Thank you, sir! Zo aardig. Die mensen zijn zo aardig hier. Wat is dat opeens? We winnen games, mensen zijn aardig. Ja, echt, is dit wel Minecraft? Is dit Minecraft? Is dit real life? Is dit League of Legends? Oh my god. Yo. Wil jij wat gold? Nee, hoeft niet hoor. Wow, ik dacht dat er een dude kwam. Even kijken, ik heb al chill wat armor, dus ik ga even wat eten fixen. Nice. Oop. Ik heb een iron sword. Iron sword, nice. Dat doe je best wel goed al. Ja. En zo... Ik heb ook meteen heel veel sandstone gefixt, want dan kunnen we dat even om ons egg bouwen. Want ons egg die staat hier echt vet random in het openbaar een beetje te chillen ofzo. Just chilling, don't mind me, I'm just an egg. Yeah, I'm just an egg. Just chilling. Right. Eigenlijk moet je dit gewoon echt super erg inbouwen, maar dan ook echt gewoon 50 bij 50 of zo. Vet veel iron. Ja, waar ben je? Want dan zou ik gewoon wat andesite op de keypunten eromheen doen. Oh ja. Alleen moet je nu, ja. Oh, daar gaan ze. Oh, gaan allemaal mensen al dood. Nice. Heel veel mensen gaan naar het midden, want daar vind je natuurlijk de diamonds. Ja, dat klopt, ja. En dan kan je ook je eigen generator aanzetten. Dan kan je eigen generator inderdaad aanzetten. Alleen, wij hebben het eigenlijk niet zo tactisch aangepakt, want ons hele team is een beetje lopen chillen. Eigenlijk moet één iemand meteen naar het midden, want je verliest helemaal niks. Als je dit midden... Ja, je verliest je kolom. Dat is waar, ja. Maar, ja, je verliest niet echt je leven of zo. Dus ik ga proberen naar het midden te komen. En als ik dood ga, ja, dan is het pech. Ah joh, je kan het. Ik kom wel best wel ver. Oké, ik heb flink wat endersite. Dude, ze zijn bij ons. Ze zijn bij ons. I don't know, maar ze zijn bij ons. Oké, ik blijf bij de egg staan. Oh, dat ben jij. Ik dacht, je hebt een rode naam, dus ik weet niet wat de enemy. Ze staan op ons ei. Oh nee, ze bouwen endersite eromheen. Ja, echt, hè? Ze zijn aardig aan het worden. Wat is dit? Goddammit. Alright. Ik heb even heel veel sandstone gefixt. Ja, ze gaan hier... Oh shit, er komt iemand naar ons toe. Ja, weet je het zeker? Yup. En hij staat vast. Hij kan niks. Get fucking wrecked. Maar... Ah! Oh, hij had een golden apple, though. Hij had een golden apple, ja. Ja. Oeh. Oh jee, dat was goed. Ik ga even een pickaxe maken, want misschien is dat wel handig. Is goed. Oh, ik moet natuurlijk... Ja? Golden apples. Wil jij er eentje? Oh ja, nice. Ja, sure. Thank you very much, sir. Oh, problemo. Even kijken waar die deuterino's vandaan komen. Want ze komen... Oké, ze kunnen niet van onze linkerkant, dus onze egg kant, kunnen ze niet komen. Dus dat is wel heel erg chill. Ja, dat is wel gunstig. Ze zitten hier wel echt heel erg gunstig, inderdaad. Bij de midden dan. Ik bedoel, ik heb een iron sword. Ik heb... Ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ik heb een iron sword en that's it. Oh, ik ga even snel een chest maken, want dan kan ik al het iron even opslaan. Dat is ook echt heel erg nodig. Oh, je kan een chest maken? Dus ja, heb jij 5 gold? Ja. Dan kan je een chest maken op het laatste tapje.
Oké. Wauw, pro tips met Sam. Yeah! En dat is super gunstig, want ik weet niet of enemies er ook in kunnen kijken trouwens. Maar... dat weet ik ook niet. Maar als je hem hier neerzet... want als, als we doodgaan, dan kunnen we meteen gewoon allemaal fixen en zo. Ja. Hoppakee. Okay. Let's go. Oh, wordt er iemand op ons eiland? Oh, dat is gewoon een... Er is een chest hierachter met veel iron en gold. Oké. Okay. Alright, let's do this. Let's go. Ervoor. Golden apple, ready. Oké, er komen nu al dudes naar ons toe. Ik hoop niet dat ze hier gaan springen. Ik denk het wel. ik dacht al, ik wacht even. Want hij... oh shit. Pas op voor de laatste jump. Oh, wow. Ja, ja. Die zag ik niet aankomen. Oké, okay, we kunnen naar het midden. Het enige wat we moeten doen is 5 diamonds fixen. Ja, 5 diamonds als het goed is. Willen we al een appeltje innemen? Want ik bedoel, dan hebben we alsnog 5 minuten absorption hier. Ja, ik heb 5 diamonds. Ik ga, okay, ik ga weer terug. Ja. Val nog even iemand aan, die heeft een stone sword. Yes. Ja, ik wil nu gewoon hij komt achter jou aan. Hij komt achter... maar ja, wat een gezelligheid! Alright, maar ik ga hier... pak hem! Woe! Teamwork! Oh yeah! Oké, okay, nice. Ik blijf even mid, denk ik. Ja, doe maar. Ik wil pak gewoon een paar diamonds, zou ik zeggen. En kijk wat je ermee kan doen. Ja. Woep. Nice, ik ga hier. Ik heb een apple. Ja, waarom niet dan? Oh, wat al? Onze diamond generator stond al aan. Dan zet ik die andere ook even aan. Dat is goed, ze hebben er 2. Is oké, okay. Ik heb een keer... oh shit, ik word in mijn rug. Ah, nou ja, maakt niet uit. Ik had toch niets. Oh, we hebben maar 1 diamond generator. Nee, 2 toch? Ja, ze zijn altijd verspreid over het dingetje. Hier is nog een iron. Oh, elke keer als je doodgaat, krijg je weer je kit. Ja, ja, ja. Daarom is een kit zo belangrijk. En... je ziet sommige mensen met Enderside kit gewoon eraf vallen. En dan gewoon... oh shit, er is denk ik iemand bij u. Ja, er is... oh nee, niet. Nee, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Goddammit, ik zie elke keer een naam staan en dat is rood. En dan denk ik ergens van, oh nee. Ik ga er weer afspringen. Ik ga gewoon inderdaad dat ding volbouwen. Ja, dat is super gunstig. En wij hebben zometeen een level 2 generator. Dus dat is ook super nice. Diamond okay, generator. Oké, nice, nice. En nee, dat ben... is... hallo, diamonds? There you go. Where is the diamond at? Oké, okay, we hebben 2 diamond... oh! Nee. Oh, god damn it. Waarom zijn ze altijd dood? Fuck you. Oh ja, er is hier wel een dude. Wel. Nee, ik was niet dood. Oh ja, in mid, ja. Oh, get out of my way. En onze diamonds. Nice. We moeten eigenlijk even een soort van fort bouwen of zo. Want ze komen elke keer van deze kant. Ik ben het ding zo erg aan het inbouwen. Ja, dat is zo nice. Hier komen ze echt niet doorheen. Zo, hoppakee. Kijk, ik heb hier even een hele grote schans gemaakt. Dus dan hebben we heel veel tijd als ze komen. Alright, good thinking. Daar komen ze niet. Nee, we kunnen gewoon chest with wooden swords where we spawn. Oh, wacht, dat is niet onze dude. Ik heb echt zoveel iron, jongen. Bam, 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 bam. Oh, je deponeert het gewoon daar? Ja, ik gooi alles gewoon daarin, inderdaad. Oké. En ik ga hier nog even een paar diamonds farmen. Want dat is ook natuurlijk super chill. Nice. Eigenlijk moeten we weer even naar het midden. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar ik zou wel... ja, nee, je hoeft eigenlijk denk ik niet voor een diamond sword te gaan. Nou ja, iron is meer dan genoeg. Ja, precies. En dan zou ik wel een boog erbij kiezen. Een boog, als het goed is, is... gold? Nog het wel. Oh! We gaan... hoeveel mensen zijn er nog over? Pink? Waar is Pink? Oh, die is daar. Die gaat dood. En yellow en green, die zijn alle 2 daar. Oh, maar eigenlijk moeten we wel even ons brug verder bouwen. Naar wie? Gewoon naar het midden. Dat we direct gewoon instant naar het midden kunnen gaan. Ah, oké, okay, ja, dat is wel slim. Ik denk dat het wel handig is. Oké. Okay. Dan maak ik nog even een bow. Oh, dat is diamonds. Ja, oh, ik heb... oh, zijn dat diamonds? Ja. Oké, okay, 12. 12. Voor punch. Alright, dat ga ik wel even natuurlijk fixen. Wel punchen. Ja, of power. Power is ook misschien heel erg nice, hoor. Ja, denk je? Power doe je natuurlijk wel veel meer damage. En aangezien mensen snel doodgaan hier en amper gear hebben. En punch... ja, punch 1 is niet zo super impressive, hoor. Oké, okay, nou ja, dan gaan we voor power. Ik denk ik vind het allemaal prima. Ik schiet gewoon en ik zie wel wat er gebeurt. Ja, precies. Wow, heel veel wooden swords hier zo. Ik loop even naar boven. Als het goed is, hadden we daar ook nog een gold generator. Oh, dus hier een... oh, er is hier een gele. Ik dacht die hoort bij ons. Oh my god, Pinyo! Denk ik dat...
Valken zat gewoon te slapen. You sleepy? You sleepy? I have to defend. Ja, echt zo. Moet je iets beter je best. It's Falco. Okay, ik heb hier echt heel veel diamonds. Heb jij een... Falcon lover. Hier. Falcon lover. Woep. Hier. Ah, top. Dankjewel. Holy smokes. Ja, dat zijn wel wat diamonds, hè. Want dan ga ik even naar het midden. Dat zijn er zeker wel een aantal. Moet ik voor jou dan ook een boom maken met power? Nee. Nee, hoeft nog niet. Oké. Okay. Ik ga eerst... zo, hoppakee, dit weer even fixen. Want ik kom zo moeilijk het doorheen. Ik ga eerst naar het midden. Zo ver mogelijk naar het midden komen in ieder geval. Alright. Oh, we hebben nooit onze gold generator geupgrade. Oh, misschien is dat wel handig om te doen. Ja, ik heb het net gedaan. Nice. En level 3 upgraden van gold is 10 diamonds, als het goed is, toch? Ja, dat kan wel. Die heb ik ook. Dus eigenlijk moeten we onze diamond generator upgraden. Dat zal het beste zijn. En hoeveel is die? 25 diamonds. Maar dan gaat het wel weer een stuk sterker. Sneller, niet sterker. Ja. Oké, dan doen we dat. Ik heb er 13. Ja, ik heb er 2. Dus als we die inderdaad gaan upgraden, dan is dat denk ik wel super chill. Oké, okay. Ja, we moeten even Falcon Lover eraf gaan. Falcon Lover! Get out! Aufgerot! Dammit, dit kan je... Dammit. Falco, we want to upgrade the... Ik hoop dat hij dat ook wil. Anders is dat zo aan het climax. Midman. Robotic Toast. Found one working now. Oh, hij heeft de 21. Oh, nice. Wauw, dat is wel echt super veel. Er staat hier een dude. Good money. Alright, die dude is done. Oké. Dus ik pak nog even wat arrows. Ik zal gewoon de Legolas worden. De Legolas. Legolas. Wie is dit ook? Team Blauw is Dan. Die is dood natuurlijk. Ik ga proberen... Ik ga Aragorn uithangen. Wacht even. Ik ga met je mee. Ik ben Gimli. Oh, wacht. We kunnen natuurlijk ook deze Diamond Generator nu aanzetten. Die van ons buren. Dat is ook echt heel erg nice. Dat is echt heel erg chill. Want dan hebben we gewoon... Ja, zeker. Want hier moeten we eigenlijk dan vechten. Ja, ik heb diamonds. Ja, activeer die maar. Hupsakee. Nog een keer. Hupsakee, level 2. Ja, precies. Want dan hebben we gewoon double diamonds. Dat is echt super nice. Double diamonds. Diamond in the sky. Yeah. Alright. Oh, daar komt iemand onze kant op. Ja, daar komt iemand. Legolas. Oh. What do you see with your elven eyes? Oh. I see death and despair. Ja. Okay, ik ga snel naar het midden redden voor nog meer diamonds. Is cool. Dan liggen hier denk ik... Wow, er liggen hier inderdaad heel veel diamonds. Oh shit, er komt een dude naar me toe. Aragorn, watch out! Oh no, kill it! Kill it with fire! Pew pew pew! Pew pew pew! You shall not pass! Ja, waar is ons Gandalf? Dat is Robotic Toast. Ja, precies. Of Falco. Falco is... Je blijft op de diamond generator staan. You shall not pass the diamond generator. Oh my god. Oh, ik heb hier 6 diamonds trouwens. Oké, nice. Oh, ik zie nu pas dat het een draak is in het midden. Een ice dragon. Het lijkt een beetje op een Pokémon. Ja, al heb ik nooit Pokémon gespeeld. Rip. What? Of erg, hè? Gekeken? Ik heb het wel gekeken, maar ik was altijd een Yu-Gi-Oh guy. Ah, dat heb ik ook veel gedaan. Ik had zelfs op een gegeven moment dat ik aan het toernooi meedeed. Echt? Ja, had ik dat ook al een keer verteld? Ik denk het wel, ja. Oké. Ja, dan zat ik echt tussen allemaal van die mannen van 40. Ja, echt allemaal zwetende mannen. Zo'n dingetje zit ik daar als 12-jarig jongetje. En ik speel nu met Blue Eyes White Dragon! And you activated my trap card! Dus je Blue Eyes White Dragon is done! Oh. Yes. Er waren ook iets van 4 van die schaapjes of zo. Weet schaapjes? Je wat ik bedoel? Nee. Ja? 4 schapen. Ah. Ja, ik weet niet meer wat ze deden. Ze defenden of zo. Ze gaven 4 levens. Ik weet niet meer wat het was. Kuribo's. Ja, dat kan wel. Ik weet het niet meer. Van die kleine, fussig, wollen, bolletje, dingen. Kleine... Ja, precies. Ja. Kuribo's zijn dat inderdaad. En als je dan je direct je face aanvalt, dan komt dat ding echt zegt van... Ha! Nee, toch niet. Nope. Yep. Ja, dat waren wel echt hatelijke dingen. Yep. Oh, er komen heel veel... Alright, ik kom eraan. Niet zo racistisch, hè? Nee. Shit, ik ben dood. Oh, echt? Nah. Ja, dat zijn er 3. Alright.
Legolas is dead. Pak snel gear. Yo, on my way. Ik ga defenden. Defend our country. Oh, ze hebben diamond swords en zo, dus dit wordt wel lastig. We can do it. Falcon lover, help us. Ja, eentje down. Slaan ze eraf. Slaan ze eraf, tweede. En de andere derde. Wow! Oké, nu moeten we zo'n counter. Counter. Go, 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 go. Counter, Falcon lover. Go, go, go. Even kijken, ik heb hier heel veel gold ook nog. Nice. Kijk, nice. Ik heb diamond sword, denk ik. Oep. Ik ga even een nieuwe sword maken. Ik heb nog maar een freaking iron. Oh, ik krijg iron leggings. Oh, die gasten zijn daar gewoon onze shit aan het... Die zit op het andere eiland en die is nu daar de diamonds aan het pakken. Oh, serieus? Ik ga snel naar hem. Ja. Ik ga snel wat eten. Bo, heeft een bow. He's got a bow. Oh, no! Oh, no! Don't die. Shit. Oh, je bent dood? Ah, hij heeft inderdaad een boog, ja. Ja, werd er nog hard afgeschoten. Ja, dit is niet handig als ik ook ga. Dat is nou, want dan hebben ze natuurlijk nu onze generator. Ja, ze zitten op ons eiland, onze kolonie. Op onze kolonie inderdaad. Kijk, ik ga even wat sandstone maken. En dan ga ik ervoor. Let's do it. I will avenge. Oh, Isengard is dood. Of tenminste, Isengard heeft iets doodgemaakt. Isengard? Ja, zo heet. Team Yellow's egg has been destroyed. Yellow. Ja, bij Isengard. Wij zijn red, dus dat is mooi. Ik sta hier heel awkward. Oké. Okay. Maar waar is Yellow? Oh, die is helemaal daar. Die is helemaal daar. Maar dat is nice, want hun zijn allemaal Yellow. Dus als we hun nu killen, hun moeten nu vet voorzichtig doen. En wij kunnen gewoon YOLO. Want waar is Yellow? Oh, fuck, ik ben dood. Ja, shit. Twee diamonds gone. En mijn gear. Maar mijn gear maakt op zich niet super veel uit, want we hebben toch vet veel. Maar waar is Yellow, weet jij dat? Helemaal in het hoekje. Echt helemaal in het hoekje. Oh, is dat die vlag daar? Gear anyone? Ja. Of is dat oranje? Helemaal gewoon... Helemaal... Hoe noem je dat? Ja, rechtsachter, ja. Achter die dragon, inderdaad. I do. Niet gear. Heb jij nog wat gold of zo? Nope, ik heb alleen iron. Maar, ja. Hey, nee. Misschien er niet echt mee op. Save diamonds, though. Oh, nice. Pimyo is dood bij It's Falco. Dat is super nice, want hun kunnen niet meer respawnen, dus. Lekker. Oh, die diamond generator is zo gunstig. Die gaat zo hard. Oh, Yellow is dus... Ja. Got it. Yellow is dood. Boop. Ja, Yellow is dood. En dat waren dus die mensen die op onze kolonie zaten. Minder, je kan gewoon in Nederlands praten, hoor. Oh. Oké. Okay. Ja, omdat ik een Engelse naam had, dacht ik van... Ah, ik ga Engels praten. Oké, okay, maar ik praat ook niet Engels tegen jou. That's true. Deadly famous. Deadly famous. Midnam. So famous. So famous. Ja, Midnam. Waar komt dat vandaan? Van Legend of Zelda. Je had een karakter van Legend of Zelda Twilight Princess. Had je een karakter genaamd Midna. En dat was de hoofdpersonage tussen haakjes. En ik vond dat altijd... Oh, was dat die ene die altijd meeging met de wolf? Ja, dat is die zo praat. Ja, zo praten ze allemaal Zelda. Dus zo praten ze inderdaad pretty much allemaal. Maar dat is dus Midna. En ik dacht dus van, fucking vette naam. Ik ga Midna heten in World of Warcraft. Dus speelde ik World of Warcraft. Maar toen was die teken. En toen dacht ik zo, Midnan. Dan maar. En sindsdien is Midnan ik. Ben ik Midnan. Ik hold me. Midnan. The mighty one. Oh, ik kan heel veel iron maken nu. Oh, rip. 2, 3, 4. Ik ga eigenlijk ook even een golden notch apple maken. Ik ga nou onze kolonie trouwens. Ja, we moeten iets meer boos hebben voor mijn gevoel. Yup. Ik denk inderdaad dat dat ook wel handig is. Ja. Want iedereen heeft die boos. Het begint een beetje een soort Skywars te lijken. Ja, precies. Oh my god, zoveel diamonds hier. Nice. Diamonds in the sky. Oh shit, geel komt op ons af. Maar dat is hun laatste kans. Alweer? Dus. Ja, dat is een laatste dude. Oh nee, niet. Okay. Hè, nee. Nee, Yellow. Ze hebben er vier. What the hell, maar... Wiens generator was dan net kapot? Ja, die was van geel, Team maar ze Yellow's zijn egg has been destroyed. Niet? Nee. Ze zijn echt crazy. Ze zijn helemaal koekoe. Oh, wacht. It's Falco is dood gegaan. I get it. Ik lees het helemaal verkeerd. Oh my god.
Dus we moeten nu gewoon die gele zien te pakken. Oh, ze komen. Ja, ik ben aan het snipen. Nice. Shoot him. Shoot him, Legolas. Nice. Has been eliminated from the game. Get out of here. This ja, het is wel meteen heel extreem. Ja, echt hè. Maar waar is team rood? Nee, waar zijn team rood? Team yellow. Nee, green. Green heb ik nog helemaal niet gezien. Nee, ik ook niet. Even kijken. Die zitten waarschijnlijk helemaal tegenover ons of zo. Ja, sowieso. Nee, ik wil niet een normale boog. Ik wil gewoon een freaking powerbow. I'm going. Powerbow! Yeah. Kijk, gold generator meteen even upgraden. Oh, dat kostte 10 diamonds? Oh, nee, niet. Nu kost het 10 diamonds. Nog eentje. Nice. Oké, ik ben nu echt super OP. Oké, nice. Zo. En er moet wel, denk ik, iemand blijven defenden, of niet? Ik weet niet, want wij... Er bouwt niemand aan de andere kant. Dus we kunnen heel erg duidelijk zien of iemand naar ons toe komt. Oh ja, dat is waar. Dus als we nu op ons kolonie blijven, dan staan we denk ik wel hier gewoon veilig. I guess. Oké. Nee, cool. Dan ga ik mee. Dan blijf ik niet forever alone achter. Hoe duur was een golden notch apple? Volgens mij 32 diamonds. 32? Yep. No, thank you, sir. Not buying that. Freaking hell. Ja, dat is wel heel duur. Ik maak hier ook nog even snel een chest. Zo. Cannot build here. Damn it. Alright. Verdomme. Dan de diamond nog even pakken en in de chest gooien. Alright, hier zit 10 diamonds in. Dus als we doodgaan, dan wel er nog een buffertje. En nu mooi, is het mooi. Tijd om aan te gaan vallen, I guess. Is goed, ik ga mee. Alright, daar staat It's Falco. Is dat It's Falco? Hij heeft heel veel chain. Oh, wacht, hier staan natuurlijk ook allemaal nog diamond generators. Dat heb ik even helemaal vergeten. Kunnen we natuurlijk ook diamonds claimen. Diamonds everywhere. Yeah. Wow. Alright, 5 diamonds. Let's do it. Okay, orange is dood. Ik denk dat we yellow nog even moeten finishen. Ik denk dat we yellow gewoon even moeten killen, ja. Ik kom naar mid, ben je er ook? Oh, wacht. Nee, ik denk toch maar green. Want yellow die is heel erg aan het verdedigen. Echt aan heel erg. Aan pussy aan doen. Maar het is maar één dude, dus ja. Nou, yellow is 2 als het goed is. Oep, yellow is 2. Oh ja, wat is die dude aan het doen? I don't know. Hij is een beetje YOLO. Got him. Oké, laten we doorgaan naar groen. Ik ga mee. Got your back. Ik heb alleen geen pickaxe, wat een beetje heel erg onhandig is. Ik ook eigenlijk niet. dan moeten we de pickaxe hier kopen of zo. I guess. Ik heb hem. Kill them all! Ik kan groen niet aanvallen. Hebben zij spawn protection of zo? No idea. Ik denk het niet. Ik denk niet dat je dat hebt. Zou okay. misschien wel kunnen. Kijk, hij heeft een pickaxe en daar gaat het. Oh, ze hebben obsidian. Ze hebben obsidian! Echt? Ja. Shit, ik moet even hun diamond. Ik moet even diamonds fixen bij hun dan. Zo. Ga je. Ja, we killen in ieder geval wel iedereen. Nee. We hebben gewoon 10.000 kills. Oké. 10.000 kills. Hoppakee. Oh shit. Hier, Isengard. Ik pak Isengard aan. Oké, kill them all. Ik ga even snel een diamond pickaxe kopen. Yo. Die heb ik gekocht. Ja, volgens mij... Nice. We zijn nu bezig met hakken. Oh shit, ik kan hier niet meer doorheen. Oh jawel, ik kan... Nee, je moet even omhoog geslagen worden door hun. Oh, één van ons is dood. Oh nee, niet. Sorry. Oh my god. Van ons is niet dood. My god. Ik ga bijna dood. Hoe dan? Ik sta hier echt op de edge. Okay, Break it. En niemand heeft een freaking ik heb pickaxe. Diamond. Ik heb diamond. Alleen dan moet oh, je hebt diamond. Moet niemand voor me lopen. Ja, we kunnen hem hitten. Nice! Nice, yeah. Oké, let's get out of here, boys. Let's get out of here. Damn, dit is zo vet, jongen. Oh, nee, nu moeten we ze killen. Ja, nu moeten we ze killen, ja. Maar ja, dat gaat vanzelf. Ik denk dat hier een paar dudes ook nog boven zitten. Dus ik ga boven checken. Er zit nog één green. Schreeuw even als je een green tegenkomt dan. Dan loop ik niet voor niet naar boven. Ik heb nog geen green gezien. Ik denk dat er één dude helemaal hierboven is. Oké, nou nu begint het uitroeien. Ja, nu begint het uitroeien. Of nog, dit is echt 1 pink, 1 yellow en 1 green. Nou, kijk. Oh, gotta catch them all. Gotta catch them all, indeed. Even kijken, is hier een deut? Nope, hier is geen deut. Is hier een deut? Kijk, daar is er eentje. Nee, green staat is hier eentje... niet. Oké, ja, yellow staat gewoon bij zijn yellow plekje. Ik hoor iemand wel hier bouwen.
Oké, dat zal waarschijnlijk dan green zijn, denk ik. Nee, dat is meneer Toad. Oké, ik ga naar... Oh shit, ik kan dat niet springen. Oké, ik ga nergens heen. Is dat orange? Have died. Echt? Wie is dat dan? Ik ga nog meer Endocyte omheen bouwen. Ja, yeah, because why not? We hebben toch genoeg... why not? Hoeveel diamonds liggen daar nu? Dat vraag ik me eigenlijk wel af. Ik weet niet of dat door blijft generaten. Ik ga voor je kijken. Ja, als het goed is, blijft alles gewoon door generaten. Jezus man, we hebben zoveel Endocyte omheen zitten. Oh my god. Super nice. Ik heb... Nee, 10 diamonds en 12 gold. Ik denk niet dat dat door blijft gaan. Ja, ik heb nu zelf wel 15 diamonds, dus dat is wel chill. Ik ga even naar deze dude, want hier is de last green dude. En die staat hier een beetje. The last green dude. The last green dude, and I will kill my friend Isengard. Ja, is Isengard. Ja, dat is gewoon de groene. Woehoe, hij is dood. En he's gone. Oké, nou, nog alleen geel, maar we moeten... Geel is lastig. Geel is heel lastig. Ja, die is super pussy. Super pussy, ja. Er is ook nog maar één deur over. Super pussy. En die heeft natuurlijk ook gewoon unlimited diamonds daar. Maar ja. Jij zei dat 32 diamonds was een golden notch level, toch? Ja, klopt. Nice, ik heb er nu 25. Oké. Okay. Dus ik heb hier op de thuisbasis 18, maar ik denk dat je dat iets te ver... Je kan het wel even farmen. Golden notch up. Ja, ik weet. We hebben eigenlijk een slokje koffie nemen. Neem jij maar lekker een slokje koffie. Ja. Wil jij ook? Ja, ik wil ook. Alleen ik heb waterflesjes hier. Damn it. Ja, ik heb nu bij de Albert Heijn heb ik van die koffie met een smaakje gekocht. Koffie met een smaakje? Ja, ken je dat? Vanille koffie of zo? Ja, zoiets. Serieus? Is dat lekker? Mm-hmm. Nee. Niet echt. Ik denk echt nu content van, klinkt best wel relaxed eigenlijk. Nee, maar ik dacht echt dat ik gewoon de lifehack had gevonden. Want je hebt altijd bij Starbucks, ik bedoel, haat of niet, maar Starbucks, als je zo'n karamel frappuccino, babadino, chapachucha neemt, het is wel lekker. Ja, het is gewoon nice. Het is geen koffie, maar het is wel heel lekker. Je moet het niet drinken omdat je koffie wil nemen. Nee, precies. Maar ja, ik weet niet. Ik neem altijd zo'n karamel ding. En dat vind ik best wel heel erg nice. Ja, ik vind ze ook echt lekker. Shit. Maar ik dacht dus dat dat een beetje hetzelfde was als bij de Albert Heijn, maar... Helaas. Nee. Maar doe je dan via pets of via bonen? Of... Ja, via pets. Ja, pets. Ja, pets inderdaad. Ja, had je die video gezien van Starbucks dat ze dan alle ingrediënten apart gaan bestellen? In plaats van een frappuccino zelf of zo, of een karamel ding. Oh nee, heb ik niet gezien. Nou, dan gingen ze dus alle ingrediënten gingen ze apart bestellen. Dus ik wil karamel met dat en dat en dat en dat. Van alles apart in plaats van ik wil een frappuccino. En dat scheelde iets van 3 euro of zo. Wat? Ja, je betaalt gewoon heel veel geld voor de frappuccino, omdat het frappuccino heet. Oh wow, oké. Okay. Echt heel ziek. Echt heel, heel ziek is dat. Maar ja. Zo verdienen ze geld, hè? Ja, maar weet je wat het is? Als mensen zeggen van, het is slecht en bla bla bla. Het is eten. Maar hoe kan je nou tegen andere mensen zeggen dat dat heel erg vies is, terwijl jij het redelijk nice vindt? Zo denk ik erover. Ik ga die dude killen. Ja, ik kom nu ook naar het midden, dus ik kom je helpen. Ik heb een golden notch opgenomen, dus... You're a god? I am god. En hij... wacht, hier is al Falcon dude. Falcon dude zit hier al te chillen. What the hell? Falcon lover. Falcon lover. Waar de hel is die dude heen nou weer? Is hij daar boven? Zie een paars hier. Hier zit mid. Oh, het is pink. Oh my god. Hij is midden. Oh, kill him. Kill him. Kill him. Dan is de game voorbij. Yes. Wow, ik heb 3 cubelets. Ik ook. Wow. Lekker. Yeah. Awesome. Oké, ik ga 1 cubelet openen. Dat... Pack openings are real. Pack opening, inderdaad. Oké, waar is de cubelets? Right. Ik ga een cubelet openen. Here we go. Hier komt. Wow! Ik heb een sticky piston head. Zo fancy. Ik ga er ook in openen. Komt ie? Waar ben je? Nee, waar ben je? Ik sta bij jou weer. Oké, ga maar. Komt ie! Oh. Een chest head! Yay! Jongens, ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken van deze eerste aflevering van Egg Wars. Als jullie Egg Wars leuk vonden, laat dan even een blauw duimpje achter.
Ga ook even checken op Wouters kanaal, want daar hebben we ook gewoon chill opgenomen. Dus sowieso checken en meteen abonneren. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace. 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 Peace.